Op verzoek van het parket van Brussel verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op donderdag 27 juni 2019, omstreeks 8.25 uur, werd in Laken een gewapende overval gepleegd op de winkel Kruidvat in de Maria Christinastraat. Een werknemer van de winkel verwacht een levering. Hij opent de deur en staat oog in oog met een persoon met een motorhelm op, die op hem springt en met een groot mes bedreigt. De dader houdt hem langs achter vast en dwingt hem om naar de kluis te gaan. Daar bedreigt de overvaller nog twee andere medewerkers die met de boekhouding bezig zijn. De dader eist het geld uit de kassa's en de inhoud van de kluis. Ondertussen komt de medeplichtige op zijn scooter voor de uitgang van de winkel staan. Als de dader met de helm de buit heeft, loopt hij de winkel uit en springt hij achter op de scooter om weg te vluchten. De daders verplaatsen zich met een scooter van het merk Piaggio Gileria Runner. De eerste dader is ongeveer 1,80 meter lang en mager. Hij droeg een blauwe jeans, een lichte sweater met kap en zwarte sportschoenen. Hij had een zwarte, matte jetlaserhelm zonder vizier op. De tweede dader is mager. Hij droeg een donkere broek en sweater en een helm in grijstinten. Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.